lieve mensen, welkom terug op Revives. Mijn naam is Angelique. Voor de mensen die nieuw zijn, welkom natuurlijk. Allereerst wil ik natuurlijk weer iedereen hartelijk bedanken die zich in de afgelopen tijd heeft geabonneerd op mijn kanaal. Super dankbaar ben ik en uit dankbaarheid wil ik graag iets terug doen. En wat is dat? Ik ga een aantal persoonlijke readings weggeven. En dat ga ik binnenkort weer doen, dus mocht je nog niet aangemeld zijn, abonneer je dan, want daarmee maak je dus kans op een persoonlijke reading. Hoe leuk is dat? Wat moet je doen? Eigenlijk alleen abonneren. Druk op de rode abonneerknop. Druk gelijk op het belletje mocht je het leuk vinden. Dan krijg je meteen mijn video's een melding daarvan. Dus alleen maar leuk. Hoef je niet meer te zoeken, maar kun je ze meteen bekijken. En we gaan kijken in de mannelijke en de vrouwelijke of vrouwelijk-mannelijk. Kijk hoe het voor jou voelt. Maar het zijn energieën, hè? Dus let daar wel op. En niet iedereen loopt natuurlijk op hetzelfde tweelingzielpad. Ik maak natuurlijk verschillende readings. Dus kijk ook mijn andere video's na. Mocht je een titel vinden wat je meer aanspreekt. Ze zijn tijdloos, want tijd bestaat niet in een connectie van tweelingziel of soulmate. Dus houd daar ook rekening mee. En laat los als het niet resoneert. Want het kan niet zijn dat iedereen op hetzelfde pad loopt. Mocht je een persoonlijke reading willen, neem contact met mij op via e-mailadres en dan kan ik je wat meer informatie geven. We gaan beginnen. Ik heb al wat kaarten geschud, want daarmee scheelt het natuurlijk een hoop tijd. Ik heb de vrouwelijke gepakt en de mannelijke, maar ik ga zo meteen ook kaarten schudden hoor. Maar dit zijn wat energieën die ik mocht oppikken. Ik heb voor jullie de lieve vrouwelijke energie. Magie, alweer. Volgens mij heb ik ook zo'nzelfde soort kaart gehad. Alleen dan met andere kaarten. Maar magie. En Crystal Skull Wisdom Clarity Divine Healing High Vibrational Energy. Dus jullie zitten in een hele hoge energie. En dat merkte ik al in mijn readings ook. Dus het is echt tijd. Jullie zijn bezig met magie. Jullie zijn bezig met heling. Of jullie moeten een risico ergens in nemen, is wat ik hier zie. Dit is eigenlijk de volkaart, voelt het voor mij als de tarot. En hier staat, neem een risico. Dus neem een risico, kijk waar je land hoeft niet per se met een connectie te maken te hebben hoor. Dus dit is echt ook een beetje zelfheling. Of in ieder geval soulonderzoek. In ieder geval had ik ook nog deze. Mediteren, dus meditation heb ik hier. Het kan zijn dat je misschien het fijn vindt om te mediteren. Of dat je daar misschien mee bezig moet gaan. Want ik zie hier ook de extreme. Dus het kan zijn dat jij wil niet zeggen toxiciteit. Maar dat jij van het een naar het ander. En dat je zou daar een beetje een balans in moeten vinden. Is wat ik hier zie. Om die magie in je leven ook weer te krijgen of te voelen. En ik heb hier nog de disowned self. En de disowned self is de kaart eigenlijk die ik ook had in mijn vorige reading. In de vrouwelijke energie. Is dat je je hart moet openen. Neem het risico en laat jezelf zien in de wereld. Dus dat is wel grappig dat deze eruit komt. Want het heeft eigenlijk dezelfde betekenis. Het innerlijke kind in je ontwaken. En neem die risico samen met die andere kaart. De risk. En ik heb hier een kaart voor heling. Die heb ik getrokken. Daar staat eigenlijk ook, jij bent liefde, medelen afhankelijk en grenzen stellen. Dus het kan zijn dat je soms in een bepaalde situatie grenzen moet stellen. En het kan heel goed zijn met de connectie, dat je een grens moet stellen. In hoever laat ik mij infecteren? In hoeveel ben ik ermee bezig? Dus zoek daar een beetje een balans in. En wat heel goed mogelijk is door te gaan mediteren of te wandelen. En dat zeg ik vaker, maar het komt er weer uit. Dus het is wel belangrijk dat je dat ook blijft doen in de komende periode. Om jezelf inzichten te geven in een bepaalde situatie. Maar ook om jezelf te ontwikkelen. Want er staat iets moois voor je te wachten deze komende periode. In ieder geval, dat is de gewone energie wat ik voor jullie oppik. Waar zijn de mannen mee bezig? Of wat is hun energie? Ik heb hier de alignment with a purpose and crossroads and not a wrong path. Dit zie ik eigenlijk als de Seven of Cups. Dit is een energie wat ik voel, is dat hij voor keuze staat in zijn leven. En dat hij
veel opties heeft. Dat hoeft niet te zijn dat hij meerdere liefdes heeft. Maar hij staat in. Hij heeft keuzes te maken in zijn leven wat eigenlijk waar hij voor staat. En eigenlijk zegt Spirit, er is geen verkeerd pad. Want hij heeft plantjes gezaaid, dus wat ik hier zie, plant. Dus hij is aan het groeien als mens. En staat voor keuzes om zich eigenlijk verder te ontwikkelen. En het grappige is, ik trok van een bepaald deck de 1 en de 2. Dus dat is wel heel grappig. Ik heb hier de warrior. Deze kaart betekent eigenlijk dat hij wordt beschermd. Welk pad hij ook ingaat, welk pad hij ook kiest, er is altijd iemand die hem beschermt. En de flooding is een energie wat eigenlijk ook voor innerlijke groei. Dus dat is wel grappig. Eigenlijk dezelfde als jullie. Je ziet hier ook een beetje dezelfde soort kleuren. Dus hij heeft dat ook. Je ziet hier ook dat rode. En eigenlijk betekent dat het eigenlijk dezelfde energie. Alleen dan voor een mannelijke. En een andere kaart natuurlijk. Maar dat is wel grappig. Dus hij is zich aan het ontplooien in iets. In zijn leven. Hij is bezig met creation. Dus hij zou een pad in moeten gaan waar hij iets gaat doen met misschien creativiteit of iets. Maar in ieder geval kan het ook zijn dat hij gewoon iets wil manifesteren wat hij in gedachten heeft. En wat ik hier zie is een contract. Dus het kan zijn dat hij een contract gaat tekenen of dat hij een soulcontract met iemand heeft. En dat heeft hij natuurlijk ook met jullie. Maar je kan meerdere soulcontracten hebben in je leven. En het kan heel goed zijn dat hij daarvoor staat. Ik had natuurlijk in mijn vorige reading de mannelijke dat hij een relatie heeft. Nu is dat natuurlijk vaak zo. Maar het kan zijn dat er een nieuwe fase is. Waar hij nog dat contract mee heeft. En dan is het niet makkelijk om daar zomaar uit te stappen. En wat ik hier dus eigenlijk doorkrijg met heling. Wat ik voor de mannelijke heb. Is perspectief uitzoomen gemeenschappelijk gebied. Hele donkere kaart. Maar het is de bedoeling voor hem dat hij de connectie of dingen in zijn leven van een ander perspectief. Van een hoger perspectief gaat bekijken. En daarmee ook dingen anders gaat zien in het leven. Waarom dingen zo lopen. Dat is wat ik eigenlijk heb. Nou, een heel verhaal. Maar ik ga eens verder kijken met mijn eigen deck. Even kijken, waar heb ik die? En we mogen zien wat ik voor jullie heb. Oeps. Wat wil ik weten? Ja. Sexual thoughts. Ik heb hier karmic. Wat het kan zijn met een soulcontract. Kan zijn dat hij een soulcontract heeft. Of jullie. Maar in ieder geval is er iets nog stukjes wat af zou moeten werken. Kan jullie zijn of bij je tweelingziel. Ik heb hier sexual thoughts. Jullie denken aan elkaar. Jullie hebben veel fantasie. Jullie denken terug aan die tijd dat jullie misschien seksuele gedachten. Of je fantaseert. Het hoeft natuurlijk niet dat jullie seksueel contact hebben gehad. Maar het kan wel zijn dat je daarover fantaseert. Of je tweelingziel. Of soulmate. En niemand is in denial. En dat kan heel goed met zijn keuze zijn. Of met jullie. Wat ik zie in de energie. Maar het kan heel goed zijn dat hij dus in twijfel zit. Nog één kaart graag. Ja, wanting you. Super mooi. Jullie denken echt aan elkaar. En accept heb ik hier. Accepteer dat bepaalde dingen zo lopen in het leven. En dat zie ik ook bij jullie energie. Accepteer sommige stukjes. Ik ga eens kijken. Wat mag ik weten? Welk deck ga ik gebruiken? Deze. Wat mag ik weten? Waar staan jullie nu in deze connectie? De ster, wauw. Wish fulfillment. Nou, moeilijke periode eigenlijk weer hoog houden.
En ik heb hier de lovers. Super veel liefde. Kan ook voor keuze staan in een liefde. Dat jij een keuze hebt. Maar in ieder geval die Divine Love. Dat is de Twin Flame kaart. Ja, en je bent aan het balanceren. Dus je weegt dingen uit. Maar je hebt ook nog veel... denk jij na over de connectie. Nou ja, het kan zijn dat jullie beiden aan elkaar denken. Is wat ik hier zie. Of wat ik voel. Want als hij jou wil, wanting you, dan kan het zijn dat jullie aan dezelfde, ja, dus op hetzelfde tijd aan elkaar denken. En misschien is dat wel s'avonds als hij in bed ligt. En jullie ook. En dan denkt hij na. En misschien dat je daarom ook niet kan slapen. We gaan eens kijken wat zijn energie is. Even zoeken. Hier even zoeken. Dit is ook wat. Woeps. Wauw. Temperance en de Three of Coins. Three of Coins staat voor, ja, iets. Een nieuw pad ingaan. Het kan op werk zijn of een contract. In ieder geval is dit om stabiliteit te creëren. Hij is dus bezig om stabiliteit te creëren. En temperance en balans. Hij is bezig ook met heling. En ook ja, en hij zoekt een balans ergens in zijn leven. Hij probeert heling te zoeken. Wauw, ja, er is ergens stilstand. Veel energie. Ja, weer die judgment. Jeetje. Wat erg. Half het erg, maar alweer. Zo worden mijn readings heel saai, maar ik kan niks aan doen. De judgment. Alweer. Deze had ik ook bij de mannelijke energie. Kijk hem terug. Maar in ieder geval, ja. Hij staat in zijn punt van zijn leven dat hij dingen moet afsluiten. Dat hij een nieuw pad ingaat, wat ik al zei. Dus hij is daarmee, of hij twijfelt welke pad hij ingaat. Of hij heeft gewoon geen keus en hij moet dat pad ingaan om karma stukken af te sluiten in zijn leven. In zijn hele... spirituele kaarten. De Temperance en de Judgment. Ja. Ja. Ik ga kijken. Wat jullie blokkade is. Oeps. Maar met weer die judgment. Het is toch wat, lieve mensen. Ja, hij moet er doorheen. Welke keuze hij ook maakt, dit is zijn pad. Hij staat echt in een grote versnelling. Wat is jullie blokkade? Is wat ik zie. Wauw, temperance. Wat zijn energie is, hebben jullie als blokkade? Heling. Spirituele verbintenis. Geduld. Dus hij heeft wel geduld. Dat heeft in zijn energie. En de King of Swords, helderheid. Er is iets waar jij geen helderheid in hebt. Of je wil ergens helderheid in krijgen. Je wil de waarheid. Jij denkt op dit moment meer met je verstand dan met je hart. Is wat ik soms, wat ik voel. En dan zou je een balans in moeten vinden. Wat ik hier eigenlijk al zag. Wees lief voor jezelf. En vind die balans. En als je het niet vindt, vraag spirit om hulp. Dat is mijn excuses. Ja, jij staat op een punt ook van je leven waar jij ook doorheen moet. Jij moet heling. Je hebt heling nodig. En de zon. Alweer de zon.
Om verder te kunnen. Dus je moet zelfliefde creëren. Dat is heel belangrijk. Dat blijf ik zeggen. Maar het valt ook echt steeds weer eruit. Wat is zijn blokkade? En hier lag natuurlijk al jouw blokkade. Jij bent liefde. Dus dat is... The Three of Wands. Ja, de Three of Wands staat voor keuze. Dus hij heeft ergens een keuze gemaakt. Of hij moet een keuze maken, wat ik hier eigenlijk al zag. Maar dat is zijn blokkade. Dus hij heeft een keuze gemaakt. Of hij moet keuzes gaan maken. En de Queen of Coins. Stabiliteit. Hij zou weer stabiliteit in zijn leven moeten krijgen. Dit is een kaart van geduld. En de King of Coins onder. Het kan zijn dat je met een stier, steenbok of maagd te maken hebt. Of vuurteken, boogschut en ram. Of leeuw. En hier heb ik zwaarde, lucht, tweeling, waterman of weegschaal. Maar dat doet er niet toe als je daar niet mee bezig bent. Maar in ieder geval zijn blokkade is stabiliteit, geduld. Ook geduld. Betrouwbaarheid. In een bepaalde situatie. Dus hij staat op een punt waar hij ergens vertrouwen in zou moeten hebben. Even kijken. Wat is er in het verleden gebeurd bij de mannelijke tweelingziel? Met jou. De magier, ja, heeft gemanifesteerd wat hij wil. Veel aantrekkingskracht. Veel aantrekkingskracht. Hij wist precies waar hij mee bezig was. Hij heeft jullie eigenlijk ook een beetje gemanifesteerd in het verleden. Veel stabiliteit. De Nine of Cups, hoe is dat veel? Maar tegelijk ook veel nadenken over de connectie. Ja, weer, ja, die zeven van munten. Wat... hoe is het... gelopen tussen jullie in het verleden. Ja. Weer de Vier of Cups en de even kijken. Negen van munten. Omgekeerd. Weer die cup. Hij treurt. Hij heeft getreurd in het verleden hoe het is gelopen. Hij treurt nu. Hij heeft gekozen voor iemand, maar ja, dat was niet hetgeen wat hij graag wilde. Die cup die vooraan staat, daar kijkt hij naar. Dat zijn jullie. Dus hij blijft maar met gedachten bij jullie. En de stabiliteit is er wat uit. Hij dacht dat hij heel zelfverzekerd was, maar eigenlijk, ja... Na een tijdje was hij dat niet meer. En dat kan te maken hebben omdat jullie zo'n sterke band hebben gehad. En hij daar onzeker van werd. Dat is ook een punt aan jullie kant. In het verleden. De Queen of Cups. Veel liefde. Intuïtieve en een spirituele connectie. Veel liefde. En een Nine of Cups. Ja. Veel, veel liefde. Wish for veel man. En de Six of Pentacles. Ja, geven en nemen. En waarom is het voorbij? Wat is er gebeurd? De duivel, toxiciteit. Ja, veel nadenken, veel en heartbroken, ja. Iemand heeft de keuze gemaakt om weg te gaan. Of er was iets toxisch aan jullie samen zijn of overmatig denken. Ja, kan dat je te maken hebt met een stier, steenbok of maag.
En de Page of Cup kan zijn dat er dus een andere liefdesaanbieding was waar diegene voor heeft gekozen. En dat is een trage energie. Dus het wat er is gebeurd is, hij heeft jou iets aangeboden. Dat hoeft niet heel dat dat altijd heel snel was, maar dat dat wat, soms wat traag op gang kwam. Hij had veel liefde, maar tegelijk was er ook wat toxiciteit. En dat kan van zijn kant zijn, maar het kan ook heel goed van jullie of misschien beide. In ieder geval is er dus een, kan het goed zijn dat er ook anderen in het spel waren die ook dus liefde wilden geven aan jou of aan hem. Ik ga eens vragen hoe, wat hij... vindt van deze connectie. Hoe voelt hij het nu? De Empress, de Divine Feminine, als een vruchtbare en mooie, schone, en liefdevolle, sensuele connectie. Dus daar zie ik wel als een sensueel iemand. Ja, en iemand die zijn mannetje staat, die goed de leiding weet te nemen en ook intuïtief is. Die dingen goed voor elkaar heeft, alles in balans. Wat jij hier ook had in je energie. Maar veel liefde. Hoeveel, wat voel jij voor je tweelingziel? Kijk jij er tegenaan? De Five of Pentacles. Wauw. En de Two of Cups. Ja, je hebt veel liefde voor hem. Je ziet hem echt als wish fulfillment. Als de liefde van je leven. Maar tegelijk voel je ook onstabiliteit en koud. Want je voelt je in de steek gelaten. En je vraagt je ook af waarom. Je vraagt je soms af of het wel zo is. Ja, en dood. Ja, jullie zijn niet bij elkaar. Het hoeft niet voor iedereen te gelden, maar dit is voor de mensen die dus niet bij elkaar zijn. En meestal is dat zo. De mensen die kijken mijn video's, die zijn niet in de union. Maar in ieder geval voel jij je eenzaam, heb ik soms het idee. En dat er geen eind is. Maar het eind wat jij voelt is de bedoeling dat jij daarmee aan de slag gaat. Dus je moet jezelf transformeren, is wat ik hier zie. Spirit zegt, je moet dat daardoor heen. Jij bent je tweelingziel. Jij bent al de liefde. Jij geeft dat aan jezelf. En daarmee geef je dat ook aan je tweelingziel. Ga eens kijken wat ik wat meer mag weten. Hoe spirit deze, wat de energie is tussen jullie. Dat ga ik vragen. Wat is de energie tussen de mannelijke en de vrouwelijke energie? De Eight of Swords op dit moment. Ja, jullie zitten in gedachten. Dat is de energie. Jullie denken aan elkaar. Of jullie zijn, zitten in zelfmedelijden. Het kan beide zijn. Ik moet natuurlijk wel eerlijk zijn. Ik kan alles romantiseren, maar dat is niet mijn kanaal. Op dit moment is de energie gewoon, ja, wat. Je ziet hier een beetje kil. En dat zijn gedachten. Dus jullie zitten bijna eigenlijk een beetje in treurige gedachten, heb ik het idee. Als het om jullie gaat. Hoge priesteres, weer de duivel. Zeven van cups. The Wheel of Fortune. Wow. Zijn er heel veel. Ga even spieken. De duivel, wat hier ook al lag. The Four of Swords. The Queen of Wands. De zeven van cups. En de emperor en de high priesteres. De divine feminine en masculine heb ik hier. Maar weer die duivel. Dus het kan dan dat jullie echt wel veel aan elkaar denken, maar dat iemand meerdere opties heeft. En dat jullie beide eigenlijk een beetje trots zijn. En geen stappen durven te zetten. Dus soms is dat ook lastig. Ja. De Page of Swords. Het kan zijn dat de kinderen in betrokken zijn. Hoeft niet. En de Zeven van Zwaarden. Maar de energie is op dit moment wat killig.
of killig. Maar ik heb hier de King of Wands. Ik kan een leeuw, ram of boogschutter zijn. En ik heb hier de Queen of Swords. Dat is tweeling, weegschaal of waterman. Hoeft niet, als je daar niet mee bezig bent, laat het los. Maar dat zijn energie. Het kan in je chart zitten of in die van jouw tweeling ziel. En de Page of Swords. Ja, de Page of Swords kan staan dus voor kinderen. Dus dat er een kind in betrokken is. Want hij ligt tussen jullie in. Dus dat kan het probleem zijn. En dat is misschien ook de energie. En dat er daarom dus geen vooruitgang is. Dat is nu de energie. En jullie staan eigenlijk met de ruggen naar elkaar toe. Of eigenlijk één kijkt naar de ander. Maar jullie kijken eigenlijk van elkaar weg. En de King of Wands is eigenlijk een leider. Is iemand die passievol is. Passioneel en sensueel. En ook... ja, goed weet wat hij wil, is echt een leider en neemt ook de voortouw. En de Queen of Swords, ja, dat kan heel goed jullie energie zijn. Jullie zijn wat gereserveerd. Jullie voelen je ook in de kou gelaten. En deze heb ik vaker, de Queen of Swords. Jullie zijn gereserveerd, jullie houden je zwaard omhoog, want jullie willen niet gekwetst worden. En hij heeft nog wel veel passie voor je. Hij kijkt ook van een afstand naar je, heb ik het idee. Maar er is iets wat in de weg zit. En dat kan heel goed zijn dat dat kinderen zijn. Dat dat op dit moment een issue is. En daarom die energie ook tussen jullie wat een beetje verwijderd is. Maar ja, daarom staat hij misschien ook voor keuzes. Dat weet ik natuurlijk niet. Maar in ieder geval ga ik nog één keer vragen. Ga ik nog een kaart trekken. Wat nog meer de energie is op dit moment. Ja, de energieën veranderen natuurlijk, hè. Het ene moment kan het hartstikke mooi zijn. En het andere moment dan ja, is er wat killigheid. En het zijn ook, komt ook door gedachten en door gebeurtenissen natuurlijk. De Ten of Wands, ja, iemand gaat gebukt onder iets. Iemand heeft het zwaar. En dat kan heel goed, dat is jullie energie. Dus jullie hebben het beide waarschijnlijk zwaar. Jullie gaan beide door een transformatie wat eigenlijk op een eind loopt. Maar daarvoor hebben jullie wel veel mee moeten maken samen. Of samen, maar in jullie leven. Dus het kan apart zijn. Maar in ieder geval, dit is een energie wat voor jullie beide geldt. Dus jullie gaan beide door een hele transformatie. Het kan zijn dat jij al wat verder bent en dat jij weer een nieuwe cycle ingaat. Dat hij eigenlijk voor een nieuwe cycle staat. Alleen dan op een heel ander pad van zijn leven is wat ik eigenlijk voel. Wat is het resultaat als jullie bij elkaar zijn? Ga ik vragen. Wat is het resultaat als jullie bij elkaar zijn? De 5. Ja, er is dan nog wel op dit moment onstabiliteit. En de 5 van zwaarden. Het kan zijn dat er conflicten zijn. In zijn of dat er dan conflicten komen. Of dat de omgeving daar iets van vindt. Ik heb hier wel de Queen. En de Ten of Emotions. Dus wel veel liefde. Super veel liefde. Maar als jullie op dit moment bij elkaar zouden zijn. Dan is het gewoon nog niet het juiste moment. Is wat ik hier zie. Kan wel komen. De Queen of Metals, dat is de Queen of Pentacles. En dat is dus wat hier ook lag. In welke energie zag ik die? Ja, in zijn blokkade. Die ligt hier dus in de toekomst. Of als jullie bij elkaar zouden zijn op dit moment. Dan zou er nog wel onbalans zijn. En conflict van buitenaf. Het is wel echt, jullie hebben veel liefde voor elkaar, dat wel. Maar als het op dit moment zo zou zijn, dat jullie bij elkaar zijn, en dat geldt niet voor iedereen, hè, maar dan kunnen er sowieso geheim. Er is veel liefde, dat wel. Maar ook wat weerstand van buitenaf, dat is wat ik eigenlijk zie. Wel stabiliteit. Dus dit is allemaal ja, buitenaf. Maar de liefde die jullie voor elkaar hebben gaat heel diep. Dat is gewoon de hoogste liefde die je kan krijgen. Alleen het kan ook voor geheimen staan of dingen die naar boven komen.
Maar superveel liefde, dat wel. Superveel. Met de 10 van emotions. Prachtige kaart ook. Ik gebruik hem bijna niet in deck, maar gaan we het vaker doen. Ja, dus op dit moment gewoon nog wat onstabiliteit. Wel veel liefde, maar ja, daar kan altijd aan gewerkt worden. Natuurlijk. Maar goed, dat zal niet voor iedereen gaan. Niet iedereen komt natuurlijk bij elkaar. Dus dit is echt iets als jullie... de energie mochten jullie bij elkaar zijn. Even kijken hoor. Ik ga nog een aantal kaarten pakken van dit deck. En dan sluit ik hem af. Er wacht je een nieuw avontuur. Ga erop in. Een nieuw begin. Leef je dromen maar eens vol overgave uit. Super mooi. Wat ik al zei. Neem die stap, hè. En evenwicht. Door een goede relatie wordt je ondersteund en uitgedaagd. En ja, jullie zijn natuurlijk misschien niet bij elkaar. Of misschien voor sommigen wel. Maar ja, het is altijd hard werken natuurlijk. En blijf ook in evenwicht. Wat hierop stond. Zoek die balans. En tweelingpassie, wauw. Even kijken. Je ontsteekt in hartstocht. En ik heb hier heilige eenwording en koester je relatie. En koester je relatie kan ook met jezelf zijn. Dit is wat ik voor jullie heb. Mocht het resoneren, doe een duimpje omhoog. Niet iedereen loopt op hetzelfde pad, dat zeg ik vaker, maar ik blijf het herhalen. Ik wens jullie al het goeds en ik hoop jullie natuurlijk snel weer te zien in een van mijn readings. En ja, dan gaan we kijken weer wat de andere energieën zijn voor de mannelijke of vrouwelijke. Voor nu wens ik jullie al het goeds. Doeg!